We hebben nu iets gevonden waar Iris al een tijdje naar op zoek was. Een kleine sneak preview van de spulletjes die we gekocht hebben voor de badkamer makeover. Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Wij zijn Iris en Naomi. Wij mochten dit keer een nieuwe video opnemen voor de Action. In onze vorige video hebben wij een woonkamerstyling gedaan. En dit keer gaan we jullie laten zien hoe je een badkamer leuk kunt inrichten. Vind je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en ook niet te subscriben op het YouTube kanaal van de Action. Kijk, deze kaart is bijvoorbeeld heel erg leuk om bovenop jouw toilet te zetten. En hij ruikt ook. En ze zijn er nog eens in de weekactie. Oh, ik vind de grijze ook leuk. Wat we ook nog gevonden hebben is deze staande toiletrolhouder. En weer in het zwart. Dus daar worden we altijd vrolijk van. Alles zwart. Dat is top. Nou, die gaat sowieso mee voor €3,50. Inmiddels aangekomen bij de echte badkamerafdeling. Nou, ze hebben zeepdispenser in het keramiek. Zie ik al in zwart en in het grijs. Ze hebben ook een tandenborstelhouder, ook €1,80. Dat is ook ideaal. Ja. Ook weer in het grijs, dus die matcht dan weer bij de zeeppomp. En ook nog een zeepblokhouder. Ook in het grijs en in het zwart. Dus dan kun je gewoon een heel leuk setje creëren. Kijk, wat is ook heel leuk is om een zeepblok op te leggen, is dus bijvoorbeeld zoiets. Die ligt niet bij de badkamerspullenafdeling, maar iets creatiever dan de standaard zeepblokhouder. En je hebt hem dus in het zwart. In het goud. Ja, dat is ook leuk. Het is maar net wat je mooi vindt. En voor de zilver mensen. Dan ook. Hoe leuk is dit kleed voor op de vloer? Nou, 12,95. Vrij groot. Ik weet niet of het te groot is voor de badkamer. En dan zou je hem ook wat onder het meubel kunnen schuiven. Ja, maar wel leuk met die rotan print. En kijk hoe leuk. Dus zijn er zo allemaal kerstspullen te koop. Maar goed, wij zijn hier voor de badkamer makeover. Kijk, we hebben nu iets gevonden waar Iris al een tijdje naar op zoek was. Ja, je kunt er wijn in doen en je kunt je telefoon neerleggen. Dus dan ben ik helemaal blij. In bamboe print weer. Dus dat past ook leuk bij het tapijt wat we hebben uitgekozen. Of het vloerkleedje. Top. Ja, dit is echt ideaal. En hij is ook uitneembaar dus. Dus ik denk dat je kunt dus verstellen hoe groot je bad is. Ik ben heel benieuwd hierna. Oh ja. Kijk, je kunt hem zelfs zo doen. Ja. Dan kun je dus gewoon je tablet neerzetten en bijvoorbeeld lekker Netflixen. We hebben ze ook nog in het klein gevonden. En super toevallig, deze heet Sweet Rose en Iris. Nou ja, ik heet Iris. Kijk dus, hoe toevallig is dat? Maar hoe leuk dat ze deze ook in het klein hebben. Dus dan doen we deze in het klein. En de grote. In het zwart. Super leuk. Want het is ook heel erg leuk voor zo'n mand om bijvoorbeeld toiletrol in te doen. En je hebt hem dus in een kleiner formaat. En deze hieronder is een grote. Dat is een randje waar ik dus een raam heb. En dan vind ik het heel leuk om daar plantjes in te zetten. Nu zijn cactusjes wel makkelijk op überhaupt net planten. Want die gaan natuurlijk niet dood. Deze past wel weer goed bij de grijze tegels. Deze vind ik ook mooi, deze pot. Ze hebben ook nog een andere variant. Nee, daarvan is de pot wat glimmender, hè? Ja. En dat mat wat mooier staat in de badkamer. Ja, zou hem nog kunnen spuiten. Ja, een idee. Is zo'n tip. Deze, die is ook nog wel mooi, die oogt ook wel redelijk echt. Ja. Met deze. Ja. Dat je een setje hebt. We komen er dus net achter dat bij deze fotolijst 3 posters inclusief zijn. Dus in dezelfde stijl met het Marokkaanse tintje hebben ze 3 posters. Leuk. En dan nemen we die ook mee. Heel leuk. Wat ik dus ook altijd lekker vind als ik uit de douche kom of uit bad, is dat je dan even lekker een paar sloffen aan doet. Wij hebben deze gevonden. Het zwarte en het grijs. Het elastieke band kun je makkelijk instoppen. Even een kleine sneak preview van de spulletjes die we gekocht hebben voor de badkamer makeover. Onze buit. Allereerst hebben we deze mooie kaars gekocht. In een grijze kleur. En daarbij ook het grotere formaat. In het zwart. Dit is een mooi setje zo om wat gezelligheid aan je badkamer te geven. En ze ruiken allebei ook heel erg lekker. Ja, echt super lekker. Vooral de zwarte, dat is mijn favoriet geur. Ja. De grote geurkaars in het mat zwart was €4,99. En de kleine geurkaars was €2,99. We hebben ook nog een zeeppomp gekocht. In het mat zwart. Je had hem in het zwart en grijs. Wij hebben voor zwart gekozen. Want we hebben in alle items bijna voor zwart gekozen. Want mijn badkamer heeft ook zwarte kranen. En de zeepdispenser was €1,99. Daarnaast hebben we ook deze 2 nepplantjes gekocht. Met allebei een grijze pot met een streep erin. Dat grijs past weer mooi bij de tegel die de badkamer heeft. Beide plantjes waren €2,39. Ter decoratie
deze fotolijst gekocht. Nou, een beetje in een Marrakesh, ja, Marokko print. Ja. En die vonden we mooi passen bij de andere items. En we kwamen eigenlijk op een gegeven moment erachter dat er zelfs 3 posters in de lijst zitten. De fotolijst was €2,49. Daarnaast hebben we ook deze soort tray voor op je bad. Wat super handig en functioneel is. Je kunt er dus een boek op zetten of een tablet. Het heeft een houder voor je telefoon. Hier hebben ze gezellig een kaarsje in gedaan. Maar wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is er een glas drinken in zetten. Dus deze is super handig. De badtray was €9,95. Wat we bedacht hebben als kaarsje erin is deze. Deze kleine kaars met een soort lauw zwarte kleur. Het is niet helemaal goed zichtbaar met een gouden randje. Volgens mij was deze €1. Checken. Ja, €0,99. Tevens hebben we een toiletborstelhouder gekocht. Ook weer in het mat zwart. Dat vinden wij gewoon heel mooi. Hij is heel, heel basic. Maar gewoon echt een koopje. Hij was €3,99. Daarnaast hebben we ook nog deze zwarte toiletrolhouder gekocht. Je kunt dus je toiletrollen aanhangen. En hier is ruimte voor extra toiletrollen. Nou, het materiaal is gekoelde coat. Dus van goede stevige kwaliteit. En de prijs hiervan was €3,49. Daarnaast hebben we ook nog dit Jutte vloerkleed gekocht. Als je onze woonkamerstyling video hebt gekeken, zagen we daar al een leuk vloerkleed waarvan we dachten, oh, die gaat wel leuk in de badkamer passen. Nou, nu hebben we hem gescoord. Yes. En hij is €12,95. Een hele toffe rotan print. En die past weer leuk bij de andere items. Zoals dit item, namelijk deze mand. Wat we bedacht hadden is dat het leuk is om in deze mand bijvoorbeeld je toiletrollen te houden. Kan dus ook in de toiletrollenhouder die ik net heb laten zien. Maar wat ook heel leuk en toch wel speels is, is om het in zo'n mand te doen. En die past weer goed bij het vloerkleed. En je zou zelf ook eventueel nog handdoekjes kunnen oprollen en die erin kunnen doen. Ja. Zodat je een beetje dat hotel effect krijgt. Ja. Hij is €5,95. En je hebt hem ook nog in verschillende formaten. Dan hebben we ook nog, volgens mij is het laatste item, sloffen gekocht. Ja. Nou, en als je uit bad bent gegaan, doe je natuurlijk lekker je badjas aan en sloffen. Nu hebben we allebei een eigen kleur gekozen. Ik voor de grijze. En ik voor de zwarte. Ja, het zijn super lekkere zachte sloffen. En ze hebben bij de Action heel veel verschillende soorten sloffen. Ze hebben ze ook nog in het roze. Ik zou even inzoomen. En wat wij dus heel fijn vonden aan deze slof is dat het gewoon dus zo in kan stappen. Dus het elastiek, dus dat het toch wel wat stevigheid en houvast biedt als je de sloffen aantrekt. En de sloffen waren €4,95. Alweer. We hopen dat jullie het leuk vonden om naar ons te kijken en onze badkamer makeover te zien. Heb je een vraag? Stel hem onder in deze video. Je kunt ons ook volgen op Instagram. Mijn Instagram is Naomi Kampinga. En mijne is Huisje in Overijssel. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet duimpje omhoog te geven en te abonneren op het YouTube kanaal van The Action. En wie weet tot de volgende video. Bye!